We zijn er weer met een nieuwe video. Mensen, daar zijn we weer. Ik ben naar de kapper geweest te zien. Fris kutkoen. Ik moet alleen nog even scheren gewoon. Ja, yo. Nee mensen, mijn baard en snor zijn inmiddels één geworden met mij. Maar ik ben dus naar de kapper geweest te zien. Is weer fresh, is weer lekker. Even eerlijk, rating 1 tot 10. 10. Of huts. Hutsie de huts huts. Vandaag heb ik een team jongens, dat is ongekend. Namelijk lekker bier man. Maar voordat ik jullie de rest van de video ga zien, heb ik eerst wat anders voor jullie. Dames en heren, koeken en peren. Ik heb hier een kleine sponsor mee. Waarom gebruik ik dit? Dit is helemaal... Dit is mijn microfoon. Deze video is gesponsord door Raid. En Raid is een RPG-based game. En niet zomaar eentje. Nee, 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 nee. Zoals jullie weten, promote ik niet zomaar games. Maar alleen de top of de top. Raid is de nummer 3 game. De nummer 3 RPG-game. Die gedownload is gewoon over de hele wereld. Het is bijna 15 miljoen keer gedownload in de laatste 6 maanden. Dus de kans dat veel van jullie deze game al gedownload hebben is, ja, wel aanwezig. Maar voor de mensen die het nog niet hebben, staat een linkje in de beschrijving naar Raid. Wat is Raid? Raid is een spel waarbij je allemaal helden moet soort van verzamelen. Er zijn in totaal meer dan 400. Als je ze allemaal hebt, dan krijg je van mij 10 euro. Deze kans is niet heel groot dat iemand op deze wereld ze heeft allemaal. En je kan deze helden zelf customizen. Daarnaast kan je het ook spelen met vrienden in een clan. Wat ik persoonlijk altijd wel leuk vind. Dan kan je met al je maatjes kan je lekker spelen. Lekker spelen. Er zijn meerdere locaties. 13 in totaal die je kan vrijspelen. En er komen allemaal updates aan zodat er nog meer komen. Maar voordat die updates er zijn heb je die 13 nog niet vrijgespeeld. Dus geen zorgen dat je niks meer te doen hebt in het spel. En je kan vechten tegen anderen. Waardoor jij de beste kan worden in de PvP arena. Nou, wie wil dat nou niet? Ja, ik ben sowieso de beste. Maar zoals je weet denk ik in elk spel heel goed. Dus op zich, ja, bijna nieuws voor mij. Maar misschien wel het allerbeste. Het is gratis. Nou, dan gaan natuurlijk alle eierstokken bij jullie rinkelen. Er zijn ook allemaal missies die je kan doen. En wanneer je missie hebt voltooid, dan kan je een legendary champion krijgen. Is dat even fantastisch. Wanneer je deze missies gehaald hebt, krijg je een van de beste legendary champions in de game. Namelijk de Arbiter. Ziet er niet verkeerd uit. Zoals ik zei, de game groeit echt super snel. Ze zijn echt constant bezig met updates. En zo ziet het er zeg maar uit in de komende tijd. Dus check de beschrijving. Klik op mijn persoonlijke link. En dan krijg je 50.000 zilver en een gratis zieke champion. Die deel is van het nieuw player program. Dus dan begin je meteen al met een mega voorsprong. Heerlijk. Zo, daar zijn we weer. Een kleine sponsorship verder. Naast lekker bierman. Hebben we Bierens. Bierboom. Bierboom. Nou, fantastisch. LK Bier. Maar boven alles, jongens. Drink water. Oh, dit is echt niet leuk. Maar dat is mijn bank. Ja, en dit is mijn team. We hebben corona. Hoppakee, rood de final corona. Zou je afvragen, Koeman, hebben we in godsnaam gehaald? Want ze gaan nooit door. Want ja, Porto is in deze pool. Ja, we weten allemaal wie doorgaat. In ieder geval heb ik dit fantastische team omheen geweest. Ik denk, Koen, wat een slecht team. Ja, dat komt. Aangezien ik die icon swaps ook wil doen ondertussen. Ja, daarvoor moet je allemaal first owner spelen. Deze heb ik allemaal first owner. Ja, zo makkelijk is het. In ieder geval, ik ga even laten zien dat corona het beste biertje is. Corona, jongens, echt lekker. Kijk, het ding is dat waarschijnlijk 80% van jullie geen 18 is, denk ik. En dus als het goed is, nog nooit een corona heeft gedronken. Maar als je nou 18 bent, of als je goed stiekem bezig bent, dan moet je even een keer corona drinken. Het liefst in de zomer is echt lekker. Ben je nou onder de 12? Ja, gewoon even kijken in de koelkast of zo. Staat vast wel een coronaetje in de zomer. Dat ik gewoon meepakken. Kan niet zoveel kwaad. Nee, laten we dit niet doen. YouTube advertenties. Drink geen bier als je geen 18 bent. Drink niks. Dat is niet waar. Drink geen alcoholische dingen als je geen 18 bent. En like vooral deze video. Op het moment dat ik dit kijk, heb ik bijna de 300.000 abonnees. Nou, misschien heb ik het al, maar dan is het heel hard gegaan. Ik hoop dat ik het heb. Zou mooi zijn, maar ik denk het niet. Mocht ik het nou wel hebben, dat zou fijn zijn. Dankjewel dan, maar kijk even. Ja, ook al heb ik wel 300 abonnees, abonneer gewoon alsnog. Als je niet abonneert, ja, ben je gewoon een beetje een naar persoon. En dan gaat corona al. Corona, lekker biertje, citroentje erbij. Hoppakee. Oh, wat een goede omhaal zeg. Corona. Oh. 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 Corona sterk. Wijnaldum sterk. Ik heb trouwens een smikkeljapanner op rest. Ik heb trouwens mijn basiselbe helemaal niet doorheen gegaan. Maakt ook echt niet zoveel uit. Gelijk met name om deze man. Oh, die is slecht, zei die corona. Die kan er geen reet van. Stel je voor, Porto gaat door in de pool. In de Europa League. Die kans niet echt aanwezig. Maar stel, ze gaan toch nog door. Dan is corona denk ik wel een goeie. Want dan kunnen ze ook wel verken. Ik vind Porto echt zo slecht. Is hij buiten spel? Oké, maar ik ga Suarez eraf halen. Want die is niet zo goed. Roy Behrens. Roy Behrens in de spits. Jawel. 31 inmiddels. Ongekend. Wat is hij oud? Drink water, mensen. Mensen, ik weet niet of jullie de icon swaps doen. Ik ga dus voor het pakketje, want ja, ik ben een mafcase. Ben je nou geen mafcase? Ga alsnog voor het pakketje, dat is toch leuk? Ga lekker voor het pakketje, man. Ga leven. Gaan. Gaan, corona. Waarom ben je zo te... Wie is Max? Wie de hek is Max? Oh, corona. Corona. Het heel slecht. Oh, Roy Behrens. Oh. Bijna een wereldschot van ons Roy Behrens. Corona. Ja.
Nee! Oh, hoe dan? Deze tegenstander is zo slecht. Dat is echt bizar. Corona korte hoek. Bam! Goal! Hoppakee! Lekker biertje. Niks mis mee. Onze aanvoerder. Jezus, corona. Yo, wat's up mensen, Marketor Dynasty met vandaag ook weer een nieuwe video. Met inderdaad ook weer een nieuwe missie, Mark. Ho, laten we even opletten. Laten we even opletten. Roy Berends. Ja, ja, ja. Ja, Roy! Bier! Bier! Roy! Boom! Oh nee, de lat! Dit meen je niet! Wat een actie van Roy Berends! Werelds! Kijk nou, hij heeft 0 schoten op goal. Boe! Mensen, heb je deze video al gelijk? Doe een duimpje omhoog. Lekker liken! Nee, zeker naast. Dit meen je dan niet. Nee, die gaat er sowieso winnen. Oh, keeper! Nee. Ja! Nee! Ja! Nee! Ik heb geen idee dat die bal er niet in ging. Kop Oliveira. Dus jouw moment! Nee, oké! Hij zit nog steeds niet in. En nog niet! En dan nu zit hij erin! Ja, kijk, de 6e keer dat ze het schot krijgen, gaat het gewoon rustig wel in Eriksen. Lekker hoor, 0 schoten op goal en nu heeft hij er waarschijnlijk 6 in 1 seconde. Ik heb gewoon Eriksen op goal. Ah, dit is slecht. Hoppa, tover Chinees. Nee, is geen Chinees. Maar dit doet hij goed. Berends. Berends. Roy Berends, wat een held. Hoppakeetje, Roy. Wat lekker zeg. Roy, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Corona, wat bos in. Corona, verre hoek. Oh, Paul! Jullie oprecht wel goed trouwens. Ik begin een beetje de feel te krijgen van coronaatje. Hoppakee, lekker sliding. Nee. Kom, nee, dat meen je toch niet. Gaat hij trampen? Nee, niet. Hij schiet hem gewoon naast. Oké. Okay. Nou, daar kan ik dus wel mee leven. Oh, wat een actie! Toosje, nee, niet Toosje, nee. Oh! 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 Oh, corona! Wat een doelpunt! Coronaatje, wat een speler. Oh mijn god, mijn nieuwe superstar, mijn Weekend League team. Je ziet het al. Wat een wereldspeler, maar drink water. Kijk nou, wat een actie. Hoppakee. Skill move. 5 skills. Oh, goed gedaan, Berends. Nu op corona. Corona. Ah, ik wil hem nog een keer uitkappen. Waarom doe ik dat? Waarom wil ik nou weer zoveel? Corona, bam. Corona, bam. Hattrick. Ik wil gewoon een hattrick. Tessacito heet hij ook. Tessacito. Oh, het lieve. Tegen corona. Hoppakeetje. Hij lief niet. Oké. Okay. Wat doet deze man? Maakt me niet uit. Ik ga scoren met corona. Kijk, zijn keeper staat er niet meer in. Maar zullen we dan om gewoon even doen dat we dat niet gezien hebben? Welke standaard smoes kan ik je bedenken? Oh, jongens. Mijn Elgato deed even niet. Dus ik heb nu gescoord. Oh, nee. Je hebt het goal gezien. Dat werkt niet. Ah, jammer. Laat me zitten. Hoppakee. Eerste gewonnen. Ik win gewoon een keer. Kijk, wie ben ik dan om er niet nog een potje tegenaan te hutsen? Hij heeft Ian Wright. Speel ik tegen Matty. Kijk, kom op. Daar gaan we dan weer. Alexander Arnold. Corona. Corona schiet. Oh, dat erin zat. Bro, ik zweer het je. Die corona is echt best goed. Nou, dat is natuurlijk een slecht schot. Wat een trouwens een fantastische glitchbal heb ik, zeg. Ik moet niet zo focussen op die scoren met die corona. Want ik heb geen heel goed tegenstander is. Want ik ben alleen maar in de aanval geweest. Nou, dat kan je natuurlijk niet al te goed zijn als ik alleen maar in de aanval ben. Maar dat maakt niet uit verder. Want hij gaat nu wel gewoon rustig scoren. Dus ja, ben ik gewoon nog de Sjaak. Ja, kijk, zo makkelijk is. Ah, Eerson, heerlijk. Nee. Oh, bijna Doucouré tegen mijn score. Dat kan natuurlijk echt niet. Doucouré. Hoppakeetje. Ik zou ook al herhalingen kijken. Dat is namelijk echt leuk of zo. Leuk. Oeh, dit is niet goed ingestapt. Heel slecht ingestapt. Ah. Keeper. Ah, 1-0 achter Vardy. Ah. Dit wordt een pittige pot. Ah, nee. Ah, nee. Goed, die staat helemaal vrij. Ja, ik zie het. Oh, Ederson, je redt mij echt, jongen. Ik zweer het je. Shit, maar Oliveira kan niet op tegen Doucouré. Tegen de magische... Ah, dit is een goal. Ja, die gaat Griezmann wel missen. En dan weer. Oké. Okay. Iets harder nog de volgende keer. Wie weet ik niet, maar goed vest heb je aan. Mooi. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, wat is hij nou? Wijnaldum! Naast? Zomaar schiet je naast, man. Berends, Berends, goede actie, jongen. Berends. Hop, andere kant openen. Andere kant openen. Hoppakee, onze super Japanner. Super Japanner, die is snel. Super Japanner, terug, terug. Boom! Goal! Coronaatje! Lekker! 1-1! Coronaatje! Hutspeler zeg! Wat een ongelofelijke hutspeler! En ik moet zeggen, het begon mijn goed werk van Roy Don... Berends. Oké, anders loop ik hem gewoon zo ver terug dat, je, dat het rust is. Kom, Oliveira. Oh. Dit smerige drankje ook niet. Aloe vera. Nee, aloe vera. Ja, wel. Van dat drankje van dat vruchtvlees erin. Dat is smerig, jongen. Maar als je mij willen sponsoren, dat kan. Zoals je ziet in deze video. Stuur me even een mailtje. Staat een linkje hier beneden. Oh, super Japanner. Oh, super Japanner. Oh. Japanner. Wereldbos. Boom! Oh, corona! Wat een doelpunt! Dit is normaal! Wat een goal! Yes! Ik sta gewoon 3-1 voor. Ja, 3-1. Bro, ik ben hier echt aan het voetballen. Het staat echt nergens op. Ik heb nog nooit zo goed FIFA gespeeld. Hoppakee. Hop. Jongen, als ik in de weekend zo zou spelen... Ik ga de team in de weekend niet gebruiken. Dat is een goede kopbal trouwens. Hoppakee, op de lat en dan boom! Hij heeft er geen zin meer in. Ah, jammer. Ik wilde eigenlijk een scorpion kick doen met corona, maar dat deed hij helaas niet. Leuk dit, leuk.
Lekker FIFA spelen. Ga dan weg, joh. Maf Kees. Ah, yes, we hebben gewonnen. 5-1. Mensen, dames en heren, koeken en peren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende Smikkel video. Mensen, vergeet niet. Drink bier uit water. Oh, wat zeg ik. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw, je ziet mijn haar en je denkt... Nee. Nee! Ah! Nee! 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 Nee!